ben Jannie Bakker. Ik ben wethouder in de gemeente Huizen. Ik hou me daar onder andere bezig met de wet maatschappelijke ondersteuning. En de wet maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ook als ze beperkingen hebben en eventueel als nodig is te ondersteunen bij die beperkingen. Wat ik gezien heb in Huizen en wat eigenlijk veel gemeentes ook steeds meer ervaren, is dat mensen heel erg afhankelijk geworden zijn van zorg. En niet omdat ze die zorg echt nodig hebben, maar omdat ze aangepraat hebben gekregen dat ze nodig hebben wat ze op dit moment krijgen. Als je met mensen echt in gesprek gaat en je vraagt wat mensen nodig hebben om aan de samenleving te kunnen blijven deelnemen, dan komen mensen er vaak tot hun verrassing achter dat dat hele andere dingen zijn dan de zaken waar ze zich op dit moment mee bezighouden. En mijn oproep is aan de zorg is dan ook van, als je nou echt maatschappelijk verantwoord wilt gaan ondernemen, ga dan kijken naar de echte zorgvraag van mensen. Dan zul je schrikken, want dat hebben we in de praktijk ook gezien, dat als je echt de vraag gaat ondersteunen en niet meer het aanbod, dat er heel veel aanbod is wat onnodig is en wat ook, waar ook eigenlijk helemaal geen vraag naar is. Maar als zorgondernemer zou je je dan toch ook moeten afvragen, ja, als dat het geval is, wil ik dat dan ook wel leveren. Ook al kost me dat misschien heel veel omzet, zou ik dan niet veel meer moeten gaan zoeken naar, ja, wat is er dan wel nodig en hoe kan ik daar zo goed mogelijk mijn aanbod op afstemmen. Voor ons in de gemeente betekent dat bijvoorbeeld dat mensen die nu begeleiding krijgen, bekostigd vanuit de AWBZ, dat we met die mensen in gesprek gaan van, ja, leidt die begeleiding er nou ook toe dat u aan de maatschappij kunt deelnemen zoals u dat wilt? En we hebben in de praktijk voorbeelden gezien waaruit blijkt dat dat helemaal niet het geval is. Bijvoorbeeld mensen met beginnende dementie die in een dagbehandeling zitten, omdat ze daarmee de mantelzorgen proberen te ontlasten. Maar als je echt vraagt wat die mensen zouden willen, zeggen ze, ja, we begrijpen wel dat we even onze mantelzorger een middag of een dag moeten ontlasten. Maar we zouden veel liever dan een middag gaan winkelen of naar een museum gaan met een vrijwilliger. En dat kan niet, want dat is er niet. Dat aanbod bestaat niet. Het enige wat we kunnen kiezen is om een dag in zo'n dagbehandeling te gaan, of dagbesteding te gaan zitten. Nou, wat we proberen als gemeente is nou juist veel meer op die diversiteit aan vraag in te spelen. We zien dat daardoor ook de zorg vele malen goedkoper kan worden geleverd, veel passender bij de behoeften van mensen. En de bureaucratie gaat eruit. Er kan veel meer, zeg maar, aansluiten op bij wat mensen willen dan het eenzijdige aanbod wat er nu is. En we kunnen veel beter aansluiten op een reële vraag die er bij onze burgers bestaat. Wat we ook zien is dat er heel veel schotten zitten op dit moment tussen AWBZ en WMO. En we zijn ook eigenlijk als gemeente heel blij dat met de komst van grote delen van de AWBZ naar de WMO, nu de begeleiding, maar straks komen er waarschijnlijk ook nog andere zaken vanuit de AWBZ over, dat die schotten weggaan. En dat is goed voor onze inwoners. Een voorbeeld, wij hebben mensen met psychiatrische problematiek die moeten bewegen, maar niet buiten de deur durven komen. Wat je dan ziet is dat dat in de zorg wordt opgelost met AWBZ-middelen. Dus met behulp van fysiotherapeuten, met allerlei dure medische personeel. Vaak in een revalidatiecentrum wordt er dan bijvoorbeeld gezwommen. Terwijl je ook vanuit het welzijn dat heel anders kunt organiseren. Met veel lager geschoold personeel, want de bedoeling is helemaal niet dat mensen beter gemaakt worden. Het gaat erom dat mensen gewoon weer welzijn ervaren door weer iets buiten de deur te kunnen doen en ook te bewegen. Nou, dan moet je wel die arrangementen moet je dan wel in je gemeente zien te ontwikkelen. Met het welzijnswerk en met de expertise vanuit de zorg die daarbij nodig is. Als we die schotten weghalen, kunnen we heel veel dure zorg vervangen door goedkope welzijnswerk en ook daarmee weer beter aansluiten.